Op zaterdag 22 juni werd de open dag van de gemeente Altena door ruim 600 inwoners bezocht. In een feestelijke en losse sfeer kon men buiten op het gezellige terras in de zon genieten van een hapje en een drankje. Met de auto, kom even kijken. Heel goed. Burgemeester Marcel Frenzel verwelkomde de gasten, samen met gemeentesecretaris Annette van der Werf. Op de twee verdiepingen werd open en transparant alles verteld wat er gebeurt in het gemeentehuis en wat de dienstverlenende organisatie doet voor haar inwoners. Ja, een van de afdelingen hier in het gemeentehuis van gemeente Altena is sociaal domein en samenleving. Ja. Wat doen jullie precies? Bij ons kun je terecht voor vragen over jeugdhulp, zeg maar, over de WMO, hè, dus aanpassingen, huishoudelijke verzorging, begeleiding. Participatiewet, dat is werk en inkomen voor mensen voor een uitkering of een aanvraag voor VGZ of bijzondere bijstand. En dat kunnen ze allemaal terecht met een speciaal telefoonnummer. Daarom staat er ook, is ons altijd goed bereikbaar. En mensen met een hulpvraag kunnen daar altijd naar bellen. Ja, een van de afdelingen hier op het gemeentehuis is het team publiek. Wat doet het team publiek precies? Team publiek vinden eigenlijk bijna alle contacten plaats die we met onze inwoners hebben. En dat gaat over burgerzaken. Alles wat tussen de wieg en het graf zit, zeg ik maar altijd. Gaat over vergunningen. Dus mensen die iets willen bouwen of verbouwen. Het verlenen van omgevingsvergunningen. Het gaat in de breedste zin van het woord over dienstverlening, dus onze meldpunt openbare ruimte, onze telefooncentrale, maar ook onze interne dienstverlening, dus ook de gemeentebodes vallen nog binnen het team publiek. Ja, een van de andere afdelingen hier op het gemeentehuis is het team ruimtelijk beheer. Wat doet jullie team? Ons team houdt zich eigenlijk bezig met alles wat er buiten ziet in de openbare ruimte, zeg maar. Dus het groen, het afval. Het waterbeheer, rioolbeheer, de wegen, het schoonhouden van alles, bodembeheer ook, hele diverse afdelingen. Ook kon men de gemeenteraad direct informeren over wensen en problemen die men had. Het is hartstikke leuk om een keer binnen te mogen kijken hier, want je rijdt hier heel vaak voorbij. En dat is gewoon heel erg leuk. Dat je nou weet van wat hier gebeurt en wat hier zit. En ja, ik vind het heel super. Ja, hartstikke mooi eigenlijk. Het is heel groot. En veel meer plaatsen, zitplaatsen dan ik dacht. Dus stevig verankerd in de gemeenteraad is ook de jongerenraad. Waar staat de jongerenraad voor? Nou, kijk eens hier op dat mooie bende, daar staat het gewoon mooi. Wij gaan voor Jong Altena en geven de jongeren een stem. Dat is eigenlijk, daar staan we voor in een mooie zin uitgedrukt. Ja, en niet meer going for one Altena? Ja, nee, het is inderdaad going for Altena. Je ziet ook hier, we hebben een nieuw logo gekregen. Nieuw parapluutje in de kleuren van het echte gemeentelogo. Voor de kinderen waren er veel activiteiten georganiseerd. Buiten konden ze zich heerlijk uitleven op een kleurig gedecoreerd springkussen. Maar ook waren er diverse leuke quizjes en puzzeltjes op te lossen. Of je kon een sprankelende glittertattoo laten zetten, die na 5 of 6 dagen weer vanzelf verdwijnt. En met de bibliotheek kon je een spannende reis door Altena maken. Kortom, activiteiten genoeg voor jong en oud. Naast een informatieve was het vooral ook een zeer gezellige dag waarbij de weergoden de organisatie goedgezind waren. Zo kan men terugkijken op een zeer succesvol evenement. Mensen vinden het leuk om even te kijken. Dat toch?